Mijn naam is Jos Oeremans. We staan hier voor een bijzonder gebouw. Dit is het Huis van Bewaring in de Bosse Binnenstad. Er worden Google AdWords trainingen gegeven door mijn bedrijf. Een parkeerplaats voor de deur, om onze klanten kunnen hier meteen ook na de training de Bosse Binnenstad in. We gaan nu naar binnen toe. Zal ik u laten zien hoe dat hier in zijn werk gaat. Tijdens de training gaan we dieper op in wat je met de verkeersschatter kunt doen. De verkeersschatter is een tool waarmee je heel goed kan uitrekenen welke kosten erg gemoeid zijn met een AdWords advertentie. We gaan bijvoorbeeld de Google Insights Research tool gaan we behandelen. Daarin kun je zoekwoorden met elkaar in strijd laten aangaan en heel goed uitrekenen welke zoekwoorden voor jouw bedrijf het belangrijkste zijn. We gaan kijken naar het displaynetwerk. Hierin ga je leren welke websites aan het enorme netwerk van Google verbonden zijn en waar je dan ook kunt adverteren. Afsluitend gaan we ook kijken naar Google Analytics, statistieken aflezen en daar het koers uit bepalen. Dommelweb Internet Marketing, waar drie productdiensten bestaat. Dus design, bouwen van websites met daarin TCO. TCO is betaal boven aankomen, helemaal uitbesteed van ons. En daarnaast de derde component productdienst is dan de trainingen die we aan ondernemers geven. Even wat cijfertjes van Google. Dat gebruiksdichtheid van 96% is Google veruit de populairste zoekmachine. In Nederland heb je 8 miljoen internetaansluitingen, 12 miljoen internetgebruikers en ze zitten gemiddeld 14,2 uur per week op het web, dus iets meer dan 2 uur per dag. Wat betekent dat voor een bedrijf? Weten dat een paar dingen gewoon aan het veranderen zijn. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je zichtbaar en vindbaar moet zijn voor je doelgroep. Je hebt op dit moment drie mogelijkheden om te adverteren, zichtbaar te zijn op internet. Er zijn tekstadvertenties, er zijn beeldadvertenties en videoadvertenties. We gaan er later nog eventjes dieper op in. SEO staat voor Search Engine Optimalisatie. Dat betekent optimaliseren van broncodes, van de programmatuur. Dat op de juiste plekken de zoekwoorden terugkomen die de zoekrobot kan inlezen. Misschien een ingewikkeld verhaal, maar heel veel webbouwers houden daar nog geen rekening mee. En programmeurs ook niet. Er zit vrij wat onderzoek ook welke zoekwoorden belangrijk zijn voor een klant. Wij doen dat onderzoek en bij design houden we meteen ook rekening met de juiste programmatuur. Search Engine Advertising, SEA, is eigenlijk alleen maar Google AdWords, betaal boven aankomen in het rechterrijtje en de eerste drie posities van de ranking in Google. Ook dat kan men hier uitbesteden. De mogelijkheden zijn enorm tegenwoordig en voor ondernemers gaat het heel veel tijd kosten, heel veel uitblijfswerk om om de beheeromgeving van AdWords om het niet te krijgen. Dat kunnen ze aan ons uitbesteden, maar zoals jij hier komt vanmorgen hier om een training te volgen en daarna kun je dan zelfstandig dan mee verder. Dus dat doen we ook. Dus zorgen voor een schone, effectieve broncode is erg belangrijk. Ik vind het belangrijk dat als je ervoor gaat om veel bezoekers te trekken en goed vindbaar te zijn voor je klanten, dat je dan twee topposities pakt. En dan schrijven we dus met SEO naar topposities in het linkerrijtje bovenaan. Dat doen we dus door broncode te optimaliseren. En rechts met AdWords, ofwel de eerste drie posities voor de ranking van Google. Ook in het linkerrijtje. En dan pak je dus twee posities. En als mensen dus niet weten wat ze moeten kiezen, is de kans dat
op je link wordt geklikt veel groter. Je verdubbelt de kans dat mensen daar dan op klikken. Dus aan de ene kant heb je dus weinig onderscheidende waarde. Dus zeggen we, zorg maar dat je twee posities hebt. Dus dat je als ze toch gewoon lukraak moeten kiezen, dat je dan dat twee keer bijstaat. Dus kans groter dat je dan een bezoeker krijgt. Mensen hebben dan alleen die zoekwoorden gebruikt, dus ze zijn al maar op zoek naar een bepaald product of dienst. Die wetenschap moeten we steeds meenemen in het verder verhaal ook in de training. Mensen hebben of zitten eigenlijk al ergens in het besluitvormingsproces van ik heb eigenlijk al een keuze gemaakt. Bijvoorbeeld, in dit geval gaat het om klanten in rookcabines. Hij is ergens al mee bezig. Hij heeft al een probleem. Je weet alleen waar hij staat in het besluitvormingsproces. Tegenwoordig zijn er heel veel open search systemen, zoals Joomla, WordPress, CMS, MS. Het kan voor klanten heel erg goed werken. Maar we merken ook dat bijvoorbeeld met Joomla dat ze totaal vast komen te zitten. De mogelijkheden zijn onbegrensd. En wij bouwen hier op maat gemaakte CMS systemen die volledig zijn afgestemd op wat de klant wil. Dus we maken het niet moeilijker dan nodig en we maken het ook precies zoals zij het wil hebben waarvoor het ingezet kan worden. Zodat je zo min mogelijk omslag, zo snel mogelijk er doorheen kan als zij. Bijvoorbeeld met een webshop of gewoon een basic CMS systeem aan de gang. Het is ons eigen CMS in eigen huis gemaakt door programmeurs van Donnelweb. En dat werkt dus heel goed voor onze klanten. De klant betaalt gewoon één keer voor een CMS systeem wat wij voor hun gaan ontwikkelen. Ze zitten niet vast aan dure licenties. Bijvoorbeeld bij Microsoft kan het zijn dat je met licenties vast zit. Het wordt volledig ingericht voor hun website. Dat betekent wel dat we vooraf wat huiswerk goed moeten maken. Uit welke pagina's gaat de website bestaan? Hoe is de boomstructuur? En de rest inventariseren we heel goed. Het wordt ook een marketinginstrument. Hoe de look en feel van de website moet gaan worden. Dus we kijken ook heel goed naar de profilering, de kleuren, logo, slogans, tekstblokken op de website, linknamen enzovoort enzovoort. Dat het hele samenspel van wat je allemaal moet weten voordat je überhaupt aan de website gaat bouwen. Mm-hmm. Dat stuk is mijn ding eigenlijk ook vaak. Dat is ook heel erg belangrijk. We zijn een gecertificeerd bureau door Google. We mogen ook dit logo mogen gebruiken. Dat is bewijs ook dat we gecertificeerd zijn. Officieel heet dat GAP, Google AdWords Professional. Je moet daarvoor een pittig examen afleggen. En daarna ben je een van de weinigen die als gecertificeerd bureau van Google een beeldmerk ook mag voeren. In Nederland zijn er ongeveer nu een stuk of 100 mensen die zich GAP mogen noemen. Soms zijn er nog meerdere mensen in het bedrijf. Ik ben Google AdWords Professional Individual, dus ik heb het alleen gedaan. We streven naar 100% klikdichtheid. Dat is twee links. Links dus met in de organic search, de natuurlijke zoekresultaten, en rechts met AdWords. Dus dit plaatje visualiseert dat. Je hebt verschillende soorten media, kranten, televisie, bladen en internet dus. Natuurlijk ook mond-op-mond reclame. Wat denk ik voor de MKB'ers nog het beste werk, denk ik. Maar zichtbaar en vindbaar zijn op internet is ook erg belangrijk. Daar gaat ook veel tijd van alle gebruikers naartoe.